In deze video doet de mol gewoon helemaal niks, heeft de mol ons allemaal misleid en dit is de hint van het seizoen. Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur met jullie de hints en theorieën door. En in deze video de hints en theorieën van aflevering 5, Terugkeer. De afleveringstitel Terugkeer is op een paar dingen te leiden. Allereerst is het te leiden naar het bedrag dat verdiend kon worden in de eerste opdracht, namelijk 2008 euro. En dit kunnen we natuurlijk leiden naar het jaar 2008, oftewel het Wie is de Mol seizoen met Mol Dennis Wening. Terugkeer kan ook leiden naar Babs die terugkeert en Anna die aan het einde van opdracht 3 tegen Babs zegt als Babs 250 euro in de pot rekent, welkom terug. Anna zegt dus welkom terug Babs, terugkeer. En tot slot kan het ook leiden naar Kees die ineens bij de test op Babs lijkt in te vullen. En dat is best wel vaag. Goed, opdracht 1, op elkaar rekenen. Wat in deze opdracht opvalt is allereerst dat Babs direct een duo wil vormen met Rosario. We zouden hieraan kunnen linken dat Babs vanaf dit punt veel meer in de richting van Rosario gaat zitten tijdens de test. Heeft ze misschien informatie van afvallers Jip en Justin gekregen? En dan zou Rosario dus in dit geval ook weer veel verdachter worden. Verder waren Jeroen en Fons lekker aan het tellen. Ondanks dat ze fout telden, hadden ze wel de kleuren juist. En aangezien Jeroen natuurlijk is afgevallen, zou ik persoonlijk zeggen dat de mol juist in het andere groepje wil zitten. Wel hou ik Fons nog in de gaten, want in de aankomende opdrachten neig ik ook nog wel veel meer naar Fons toe als mol. En om verder te gaan over het andere groepje valt het op dat de portofoons steeds worden gemold. Oftewel, de mol is waarschijnlijk steeds het knopje aan het indrukken of er in ieder geval mee aan het spelen geweest. En dan vallen Kees, Anna en Babs op, want die drie hadden de portofoons in hun handen deze opdracht. Babs is natuurlijk gewoon een kandidaat, dus die valt totaal niet op. En aangezien Anna en Kees bij de opdracht van de Molympische Spelen ook al zo goed waren met de portofoons, valt dat natuurlijk wel heel erg op. Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere moloten, dan kan dat via de WhatsApp groepsapp. Wil je die joinen, dan staat er een link in de beschrijving van deze video. En wie weet spreek ik jou daar wel. Dan opdracht 2, het gebaande pad. In deze opdracht waren er ook wat vage acties en hints. En allereerst valt het op dat Fons vrij snel wil kiezen bij welke telefoonpaal hij staat. Nou zou dat mooi zijn als het natuurlijk afgesproken is met Dennis dat de mol bij die telefoonpaal moet staan. Maar we weten natuurlijk niet of Dennis elke paal kon bellen. Dan is eigenlijk dit nog maar even de vraag. De beste tactiek zou hier voor de mol zijn te laat aankomen en natuurlijk verkeerde piata's slopen. En dat is best wel goed gelukt. In deze opdracht vond ik Fons erg veel molgedrag vertonen. Hij zorgt er immers voor dat ze aan het einde nog even wat random piñata's gaan slopen. Uiteraard kan dat ook zijn omdat ze natuurlijk haast hadden. Omdat ze natuurlijk nog een kwartier moesten rijden naar de eindbestemming. En aangezien hij penningmeester is geworden, mag hij natuurlijk met een kandidaat naar keuze naar het geld toe. Ik vond trouwens echt superleuk beeldmateriaal om Dennis zo te zien versnipperen. Aan de ene kant vind ik dat goed over nagedacht van de productie. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook bedenken dat Dennis waarschijnlijk helemaal overgevlogen is naar Mexico om even wat papier te versnipperen. Ik weet niet of dat zo goed gaat vallen bij Molloten. Maar om hierop te komen valt het op dat Fons als medekandidaat Babs kiest. Stel Fons is de mol, dan kiest hij hier de kandidaat met de minste informatie over het spel. Of nou ja, dat kan natuurlijk zijn gedachte zijn. Fons kan hier als mol denken dat Babs hem minder verdenkt, stel Fons is kandidaat. En dat vind ik wel persoonlijk sterker. Dan neemt hij hier een medekandidaat mee, zodat ze sowieso het geld verdienen wat er nog is. Want ja, geen mol bij je is natuurlijk lekker verdienen. En zo kan Fons juist wel weer een hele goede kandidaat zijn. Ook valt Mol Levi nog op dat er in dit shot een boekje op tafel te zien is, maar wanneer het shot verandert is het boekje ineens weggehaald. Maar wat was dan het geheim van dat boekje? Want dat brengt nu wel veel vraagtekens op. Dus ja, wat denk jij? Is Fons juist verdacht? Of denk je juist, goh Fons, je bent het gewoon niet? Dan een hint uit deze opdracht naar Rosario. Hij krijgt via de telefoon het woord vogelverschrikker te horen. En een ander woord voor vogelverschrikker is mollik. Wilt Rosario zeggen mol ik? Oftewel, ik ben de mol. Kees staat daarnaast gewoon helemaal niks te doen. Hij staat een beetje te chillen.
Totdat hij uiteindelijk eens gebeld wordt. Wat ook opvalt is dat Anna na de opdracht Kees aanvalt met het feit dat Kees heel lang niks aan het doen was in die opdracht. En dat hij makkelijk kon bellen met Dennis. Of nou ja, daar komt het een beetje op neer. Hij laat dus de kandidaten gewoon mollen door zelf lekker niks te doen. Zou Kees een superslimme, maar ook een luie mol zijn? En verder is het nog even belangrijk om te melden dat Kees en Fons in een interview in het molboekje aangegeven hebben dat Dennis Wening de beste mol is van hun. Zou dus ook weer een leuke link kunnen zijn naar de mol van dit seizoen. Kees of Fons? Dan opdracht 3 afwegen. Ook hier was te zien dat de groep helemaal egoïstisch is. Om alleen natuurlijk voor troeven te gaan. Babs verdient hier 250 euro. Anna min 500 euro. Tooske 3 jokers. En Rosario min 3000 euro. Tja, zou Rosario hier expres min 3000 euro pakken als mol zijnde? Het maakt je wel extreem verdacht natuurlijk als je er zo vol in beeld doet. Maar ja, als de mol nu echt pas een beetje begint te mollen, dan zou dit best wel een mooie beginactie zijn. En verder weten we natuurlijk ook niet of überhaupt de mol wist welke inhoud in welke envelop lag. Ook een hint in deze opdracht is dat aan het einde Rian te zien is die een soort waaier maakt van haar envelop met de mol erop. Misschien een hint naar van, hey, ik ben de mol. Maar het is natuurlijk ook best wel te snappen dat het in Mexico rond de 40 graden is en dat het gewoon een beetje warm is. Logisch. Dan ook nog een hint van Stan. Hij zegt, Fons rook aan zijn kaartje in opdracht 3. En mollen gebruiken hun neus voor heel veel dingen, zoals iets voelen. Erg leuke hint en ik weet nu zeker dat Fons de mol is. Wil jij kans maken op deze zwarte vrijstelling? Abonneer dan snel hieronder, want bij de 3500 abonnees geef ik de zwarte vrijstelling weg. En de giveaway van de vorige video, van de groene vrijstelling, die is inmiddels onderweg. Dan nog even de test en eliminatie. Anna zat op Fons, Tooske en Rosario. Babs zat op Fons. Fons had 1 joker ingezet en zit op Anna, Rian en Tooske een beetje. Als Jeroen aan het biechten is met de test, zien we dat hij blijkbaar een testvraag invult dat de favoriete mol van de mol Jan Versteeg is. Maar als we wat onderzoek doen, is deze testvraag waarschijnlijk niet van Jeroen. Aangezien we kunnen lezen in de interviews van het molboekje dat Jeroen zelf juist zei als enige kandidaat Jan Versteeg de beste mol vindt. Er is hier dus overduidelijk geknipt door de montage. En zo zie je maar weer dat we de testresultaten eigenlijk niet helemaal kunnen geloven. Verder zat Rian op Rosario, vraagteken, en op Kees. Tooske had 3 jokers ingezet en die zet in op Rosario, Fons, Jeroen, Rian en Anna laat ze los. Dan Rosario nog met 1 joker en hij zegt dat Babs een sterke positie heeft. Ik weet niet of dit een beetje een molachtig antwoord is, want ja, weet je, Babs kiest toch wel in de allereerste opdracht om gelijk in een duo te stappen met Rosario. Dus ik vind dat wel een beetje verdacht worden. Dan nog Kees, die heeft 1 joker ingezet en die vindt Babs een moeilijk geval en vult een vraag in op Babs. Ik twijfel een beetje hiervan. Ik vind het een beetje een vage actie van Kees. Kees, je bent toch wel slimmer. Wat ik nu denk na het zien van deze testresultaten is dat de vraag die bij Jeroen te zien is, van de favoriete mol van de mol is Jan Versteeg, denk ik dat hij bij een andere kandidaat in het rijtje hoort. En dat de vraag van Kees, in dit geval dat hij op Bab zit in een testvraag, dat zou eventueel juist weer kunnen leiden misschien naar Jeroen. Dat de testvraag van Jeroen zou zijn. En dat Jeroen dus afgevallen is doordat hij op Babs zat. Maar ja, dat verklaart natuurlijk nog steeds niet waarom Kees dan zegt van goh, dat Babs een moeilijk geval is in zijn biecht. Maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen slaan dat weer een stukje is wat eigenlijk in aflevering 1 terecht hoort. Zo kan je heel veel montagetrucjes nog vinden, maar het zou heel goed mogelijk kunnen zijn. Tot slot valt het nog op dat Rian niet meer op dezelfde kleurstoel zit als de afvaller bij de eliminatie. En dat betekent dat die theorie ontkracht is. En hetzelfde geldt voor de mollenstrekentheorie, want Kees is natuurlijk niet afgevallen, maar Jeroen. En Jeroen is nergens rood geweest in mollenstrekken. Dus alleen maar toeval waarschijnlijk. En over Kees gesproken,
Hij raakt voor de vierde keer als eerste de afgevallen kandidaat aan. En de mol raakte natuurlijk ook in de allereerste opdracht van dit seizoen de kandidaten aan. Dan wil ik jullie nu weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker om op de hoogte te blijven en voor de 3500 abonnees om deze zwarte vrijstelling te winnen. En dan zeg ik voor nu weer, tot laters.